Is het hier veilig? Vertrouw ik namelijk voor geen meter hier. Heksen en trollen. Erger kun je het niet verzinnen natuurlijk, hè? Ik heb het helemaal niet op heksen en trollen. Vooral heksen niet. En waarom niet? Nou, voor je het weet ben je veranderd in een kikker. Dat gebeurt, hè? Kijk, dit flesje is al bijna veranderd in een kikker. Het is wel helemaal groen. Het moet alleen nog een kikker worden. Nou ja, oké. En dan moet ik het nog gaan testen ook. Vreselijk. Nou, heel voorzichtig maar even. Ik weet wel, heksen die zijn heel erg bezig met toverdrankjes en dat schuimt altijd zo heel erg. Dus ik moet wel eventjes mijn glas een beetje schuin houden, denk ik, voor je het weet dat het ook weer gaat schuimen. En inderdaad, zie je, het schuimt goed. Ik zet een beetje ver weg dit flesje, want ik vertrouw het nog steeds niet, hè. Maar die heksen die kunnen brouwen, joh. Eens kijken, joh, wat een kleur. En wat een schuim. Zal ik het gaan proeven? Eerst maar eens ruiken. Zo, die is kruidig, zeg. Beetje zuur, beetje bitter. We gaan het gewoon proberen. Als ik verander in een kikker, dan merk je het vanzelf wel. Zo, hé. Over kruiden gesproken, zeg. Een tikkeltje zuur, inderdaad. Ah, daar komt hij hoor, daar komt hij. Zo hé, wat een bittere afdronk ook nog. Ah, dit is echt een echte heksenbrouwsel dit. Zo, wauw. Ik voel het zelfs een beetje kriebel in mijn keel. Krijg ik al zwemvliezen? Nee, dat nog niet. Nou Erwin, op zich is het een heerlijk biertje, maar het is wel eventjes wennen. En ook best een sterke smaak. Waarschijnlijk niet van de alcohol, want hoeveel zit erin? 6,1. Nou die 0,1 die kun je wel weglaten. Maar ik vind het een prima biertje, Erwin. En nog steeds geen zwemvliezen. Proost!